Het is maar liefst 27 jaar geleden dat het eerste Vares kampioen werd. Dit jaar kan de ploeg van Frans André op een bijzondere manier dit kunstje overdoen. De wedstrijd tussen Res en Black Boys was gestaakt vanwege een aantal incidenten. Voordat de wedstrijd begon waren er al nodige voorbereidingen getroffen. Maar hoe je? Komt in het familiearchief om dit. Allemaal in het familiearchief. Is dat lekker warm? God, dat druk wel lekker. Wat een lucht, man. Heel, joh. Hé, jongen, het is druk naar beneden, hoor. Dat zie ik niet. Dat is gek worden hier. Wat nou weer? Vandaag is er vandaag de dag dat hij een jaar in ons midden is en iedereen fit houdt. En dat is Leijenaar. En dat nou, is ja. Ja. Ik ga maar even naar buiten. Nee. Ja. Nee, maar niet. Nou, jong, weg met dat ding, jong. Nadat de voorbereidingen waren getroffen, moest het toch nog echt gevoetbald worden. Met een 1-1 op het scorebord mag Niels Altemur aftrappen. Het begin van de wedstrijd was behoorlijk fel en beide teams begonnen gretig. De vrije trap van Niels Aldenburg ging vervolgens hoog over. Linkerverdediger Lamine Jallo speelt de bal bij Niels in de voeten. Gelijk zit de verdediging bovenop en maakt een overtreding. Niels Altenburg mocht opnieuw aanleggen voor een vrije trap, maar deze ging opnieuw hoog over. Een geweldige actie van Lamine Jallo. Hij krijgt de bal weer terug. De rebound zet Paul Huisman de stand op 2-1. Al gauw zoekt rechts opnieuw de aanval. Brian Roy Hendricks geeft voor. De bal komt bij Lamine Jallo en legt hem vervolgens terug op Niels Altenburg. Nu twijfelt geen moment. En hij scoort de 3-1. De rest komt in de wedstrijd niet meer in de problemen en kan zich opmaken voor een groot feest. Come on!
Dat was de eerste wat ik leerde, want die moeder heb je niet aan het rust hebben. Ik was een wild, zei ze. Ook bij uitwedstrijden. Ja, daar hoort ook bij. Dat hebben we in tansen toch? Ja, echt. Ja, we hebben in tansen. 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 Ja, we